Dag allemaal, ik ben vandaag in Grave, op de Maaskade. En Grave is een vestigingsstad aan de Maas. Die zie je achter mij. En hier aan de Maas staan twee kanonnen. Deze twee Franse kanonnen, zijn gemaakt in 1778. De kanonnen zijn hierheen gebracht door de Fransen die het toen destijds Grave bezetten. Grave was een belangrijke vestigingsstad tussen twee grote steden, Den Bosch en Nijmegen. En die doorgang die moest beschermd worden. En daarom was hier een vestiging geplaatst. Die is uiteindelijk door de Fransen dus ook een keer overgenomen. Maar voordat de Fransen hier waren, waren er al heel veel schermutselingen tussen de Gelderlanders en de Brabanders. Dit grensgebied werd regelmatig door hen overgenomen. Deze twee kanonnen zijn overgebleven van 23 kanonnen in totaal, die hier de vestigingsstad moesten beschermen. Deze twee joekels werden gebruikt om de mensen te waarschuwen voor de Beerse Maas. De kanonnen werden een dag van tevoren, voordat de Beerse overlaat actief werd, afgeschoten, zodat boeren de tijd hadden om hun vee naar binnen te brengen of naar hoger gelegen plekken te brengen. De boeren wisten dat het water vanuit de Maas de Beerse overlaat werd ingelaten, waardoor de Beerse Maas actief werd. Dat hele grote gebied was als het ware een uiterwaarde voor de Maas en dat werd onder water gezet om de rivier meer ruimte te geven. Het heeft tot 1942 geduurd. We hebben al gezien dat de mensen tegenwoordig weer de ruimte teruggeven aan de rivier. Maar voorheen was het dus eigenlijk al standaard zo. Want hier in de Beerse overlaat heeft dat tot 1942 geduurd. En daarna is de Maas gekanaliseerd. Er zaten nogal wat bochten in, die zijn eruit gehaald. Daardoor kon het water makkelijker worden afgevoerd. Waardoor dus die Beerse overlaat niet meer nodig was. Tegenwoordig wordt dus weer heel veel ruimte teruggegeven aan de natuur. Waardoor het water meer ruimte krijgt. Waaronder dus de Biesbos waar ik vorige week was geweest. Tegenwoordig zijn hier andere wachters, geen soldaten. Maar vind je hier een heleboel meeuwen. Kopmeeuwen zitten hier, een hele groep. Ze kijken uit over het water en ze zijn hier aan zichzelf aan het schoonmaken. Ze zijn zich ook in het water aan het wassen. Eentje aan het jagen. Die maakt steeds kleine duikjes in het water. Erg leuk om te zien. In de zomer hebben we kopmeeuwen een zwarte kop, maar vallen ze extra goed op. Maar in de winter hebben ze winterveren en zien ze wat grauwer uit, hebben ze geen zwarte kop, die is dan verdwenen. En zijn ze verder als wit, wel met hele mooie kleuren. Ze hebben een beetje een blauwachtige veren, dat hun dekje vormt. En zo van dichtbij zijn ze toch eigenlijk ook wel heel erg mooi. Naast kopmeeuw zit hier ook één stormmeeuw. Die heeft de hoogste plek uitgekozen, zit boven op een paal. En al die kopmeeuwen die zitten eronder, op de steiger. De kopmeeuw herkennen aan de rode snavel en de rode poten. En de stormmeeuw die heeft een gele snavel. Ze zijn wel ongeveer even groot, maar dat zijn wel heel duidelijke verschillen. Van deze mooie historische plek langs de Maas ga ik het land van Kuik in. En daar ga ik kijken hoe mensen vroeger zichzelf beschermden tegen het water. Men het hoger opzocht in het waterrijk gebied was hier bij kasteel Tongelaar. En Tongelaar betekent laar, bos. En tong was een landtong in het natte waterrijk gebied.
Dus deze hooggelegen bult met bos erop was de ideale plek om een burcht te bouwen. Want het was namelijk hoog genoeg om tegen het water te beschermd te zijn. Maar was ook een strategisch punt hier in deze omgeving met vele landsgrenzen. Al in de 9e eeuw was hier een mottenburcht. En die vond zich hier vooraan, waar nu die waterput staat. Daar is uiteindelijk ook een stenen burcht opgebouwd, de hoofdburcht. En er werden bijgebouwen naast gebouwd. En die bijgebouwen zijn nog overgebleven en dat is nu uiteindelijk het kasteel geworden. Het heeft een rijke geschiedenis met vele eigenaren en het schijnt zelfs te spoken in het kasteel. Daar, waar de glazen pui in zit, zat vroeger de ophaalbrug. Je kunt nog heel duidelijk de gaten van de kettingen zien zitten. Het zat dus in de toren en niet waar nu de ingang zit. In de muur, dat was het toen nog niet. Op de hooggelegen deeltes zijn ook akkers te vinden en hier wordt biologisch graan geteeld. En dat graan dat heeft wat drogere grond nodig, dus vandaar dat het hier op de hooggelegen deeltes aanwezig is. De weilanden vind je dan weer op de laaggelegen deeltes. Naast dat er natuurlijke verhogingen werden gebruikt om te wonen, werden er ook terpen gemaakt. Het zijn verhogingen in het landschap die door mensen zijn opgebouwd en er werden dan boerderijen opgeplaatst, net zoals hier. De dijken werden hier aangelegd, zoals hier de Achterdijk die het achterland richting Mil moest beschermen tegen het wassende water van de Beerse Maas. Wanneer de Beerse overlaat werd opengedaan, kwam het water tot aan deze Achterdijk en werd het achterland richting Mil beschermd. De landtong waar Tongelaar op ligt, die werd overspoeld en Tongelaar was geen landtong meer, maar werd een eilandje, midden in de Beerse overlaat. Dit is alweer het einde van mijn vlog vanuit het land van Kuik. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En blijf me volgen op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. En dan zie ik je volgende week weer. Tot dan. Doei!